Yo mensen, goedemorgen. We zijn onderweg naar het zwembad. Ik dacht even dat er een golfkarretje langs kwam, maar dat was gewoon de airco. Maar let's go. We gaan naar het zwembad. We hebben net vloeien gehaald. We lopen nu naar onze maat toe en dan gaan we daar vreten. En dan gaan we een filmpje kijken. Ik vond de beach. Ja, dat. Ja, nou, daar gaan we nou heen dan. We are lost. We stand together, united as one. Forward on we go, facing friend and foe. We will know what it is. We have not time for that. If we make mistakes, we are lost. Het is 5 voor 5 en om 5 uur begint het voetbaltoernooi en daar gaan we aan meedoen. We zijn terug van het voetballen, we hebben kei fanatiek gedaan en we zijn alweer gedoucht. Maar je hoort de afzuiging waarschijnlijk wel, want wij gaan namelijk gebakken aardappels eten met, wat kwam daarin? Hamburgers. Oh ja, hier liggen ze. Hamburgers, ja ja, goeie. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. We hebben niet zo'n hele grote pan hier, dus het moet een etappe sfeer, hè? Roos, ga ijs halen! Ik heb geen geld. Hey. Oh, mag ik er ook op? Jawel, hier. Yo mensen, goedemorgen. En wij gaan nou weer naar het zwembad of naar het strand. We moeten even kijken wat iedereen gaat doen en wat iedereen leuk vindt. Dus ik kan er niet zoveel over zeggen nog. Dus ik zou zeggen, let's go!
gaan nu weer naar voren toe, waar die sprinkers en alles waren. En daar gaan we uit eten. Dus even kijken wat we allemaal kunnen eten daar. We zitten er dus en ik denk dat ik gelijk heb al de kaart. Ik denk dat ik voor de pizza kebab ga, want dat is gewoon gezegend. Dus de pizza is er al. Ik heb gewoon net één slokje van het bier op. Ja, daar heb ik al... hoe lang zijn we aan het wachten? 10 minuten? Nog niet eens. Nog niet eens 10 minuten, maar de pizza kebab is er in ieder geval. Dus ja, die is echt kei groot. Dit is mijn hand. Nou jongens, we hebben heerlijk gegeten, maar we hebben nou nog niet uitgehaald. Maar ik moet door eten. Het begint al te lekken. Yo mensen, goedemorgen. En ik hoop dat de Nightlapse een beetje vet was geworden. Ik heb hem nog niet gezien, dus ik hoop het. Er was niet heel veel ruimte om hem verder te maken, want hier zijn overal bomen, dus dat is helemaal kut. Maar goedemorgen in ieder geval, wij gaan vandaag weer naar het zwembad. En we kijken wel wat we daar allemaal tegenkomen. Het zwembad waar we normaal altijd zijn is dicht vandaag volgens mij, want dat wisselt elke dag welk zwembad dicht is. Maar vandaag is dat dus die. Maar jullie hebben pas 2 van de 5 gezien, dus misschien gaan we wel even naar een ander zwembad. Want ja, ik ben er ook maar eens 1 keer geweest, in ieder geval bij die andere 3. Mensen, top dat jullie kijken naar een goed nieuwe video. Lekker gedoucht. Je hoort het weer sudderen. We gaan bakplaten. Ja, ja. Oh, dat was de deur. Hoppa. We zijn al even bezig weer. En bijna dit schaaltje is alweer bijna leeg. Er ligt nog maar 1 dingetje op. En daar is het ook alweer bijna leeg. We zijn goed bezig. En het smaakt allemaal prima. Dus ze hebben hier gewoon goed vlees. Maar dat wisten we al van de vorige keer. Ja, ja, we beginnen alweer tegen het einde aan te komen. En doen we maar gewoon alles wat we nog hadden even erop gooien. En dan alles lekker opstoken en opeten. Dat is goeie. Nou mensen, zo, ik ben niet zo goed in de vlog afsluiten. Maar goed, het is weer de volgende dag. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering.